zijn muzikanten en willen repeteren. Muziek komt niet vanzelf, dat moet je leren. Ik wil je laten gaan, de sterker op team. We gaan naar het muziekhuis, de buren te ontzien. In hetzelfde pand, geef de leraar les. Is dat nou een C, of is dit nu een B? Hey, nieuwe vriend, we beginnen een band. We laten de lucht vibreren in deze gezellige tent. We gaan er tegenaan, we laten ons niet kisten. Ver mee voor ons bestaan, niet meer reden twisten. De glazen tot de rand, gevuld met optimisme. Genoeg met dat gepraat en de gemeente raad. Over die plein laten schallen. Waar is die? Vond! Want Dave, die je daarnet al hoorde, heeft een lied geschreven, uitgevoerd ook met een aantal mensen. Jullie hebben natuurlijk allemaal goed geoefend thuis. Je hebt het kunnen zien op het internet. Dus iedereen weet precies hoe het gaat. En als je het niet kent, dan gaat hij het je alsnog wel leren. Om 7:30 komen de Cannibal Johnsons nog even terug. En om 7:50... komt het belangrijkste moment van de avond. Dan gaan we bekendmaken hoeveel mensen het een slecht plan vinden wat er nu ligt voor de Kubus en het muziekhuis. Dat gaan we dan bekendmaken. En met al die handtekeningen die er dan zijn, gaan een aantal van ons, helaas kunnen jullie niet allemaal mee. Er mogen geloof ik 15 man mee naar binnen. 15? Ja, 15. Ja, ja. Het is niet anders dan. Maar we gaan proberen de raadsvergadering hier te beamen. En in ieder geval via audio te streamen over dit setje. Dus we kunnen wel meeluisteren en meekijken als het een beetje mee zit. Over techniek gesproken, ja. Nou, is het niet alleen mij. We gaan zingen! We gaan niet meer praten, lekker zingen. En jullie kennen dit liedje, kennen jullie allemaal. Alleen de tekst is ietsje anders. Ik zing telkens een regel voor. En ik vraag jullie om te participeren en gezellig die regel te herhalen. Dus daar gaat-ie. Wat vinden jullie een mooie toonsoort? Oh, heb ik mijn piemeltje nog? Heb ik mijn piemeltje nog? Nee? Ik heb hem nog. Cultuur. Voor de cultuur. We hebben goede plannen. Voor dit mooie avontuur en van je hela, 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 oh la la. Hela, 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 oh la la. Hela, 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 oh la la. Hela, 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 ho. Gaan we modelleren? In een eigen schuur. In een eigen schuur. Behalve hier in Leiden. Behalve hier. Want die vinden dat te duur. Want die vinden dat te duur. Van je hela, 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 oh la la. Hey! Hela, 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 oh la la. Hey! Hela, 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 oh la la. Hey! Hela, 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 oh. Ieder vol talent. De studio trekt sporen. Wat is dat eigenlijk? Dus ik even kijken, voor iedere Leidse band waarvan je hela, 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 hola, hela, 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 hola, hela, hela, hola, hela, 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 hola. Waarom alles in één wijk? Waarom alles in één wijk?
cultuur is van de stad. Cultuur is van de stad. En niet van u, wethouderstrijd. En niet van u, wethouderstrijd. Kick out, you know? No, no, English people and like people from abroad, buitenlanders, you know? Maybe Kubus is on Nederlands goed. Think... Oh. These are directly the same issues as what's gonna, you know, what they want to happen to Kubus. Now, the point being, a music stack, a music city is something that involves everyone, and it's actually something that involves people, and this is the important thing. It's from the bottom. When you get rid of the bottom, you fall through the floor, kids, and that isn't clever. Because as soon as you do, as soon as you get rid of all the activity at the bottom, all the work that people do for free, all the enthusiasm, all the ideas of, hey, you know what, there's something going on at the Kubus tonight, I'm gonna go down and see it. Oh, hey, I tell you what, why don't you come and help out? Or hey, why don't you come and do the radio? Or why don't you go and put a night on? All of which I've done for people, you know? Right then, okay then, when that goes, yeah, we've got a hole. And as I said, no amount of throwing money from the top down, no many local initiatives are going to solve that. Because it's like, the most important cultural resource that they don't realise is you. True? Replay that tune. I did it there. Kubus gemaakt in de studio gemaakt is en daar heeft ze zich helemaal het schompers gedrumd om dat er allemaal goed op te krijgen en dit is heel erg goed gelukt. Dus hij is toch wel een van de mensen waarvan ik denk dat hij maar even moet helpen met het bekendmaken van de hoeveelheid handtekeningen, likes, handtekeningen online, handtekeningen op straat, overal en vooral ook handtekeningen in de buurt, want vergeet niet jongens. Likes. Ga je met ons mee naar binnen, Teun, om het aan te bieden aan de commissie? Er kunnen nog een paar mensen mee, maar er kunnen er echt maar een paar mee. Wij gaan naar binnen om de handtekeningen aan te bieden. En wij vinden dat zij daar goed moeten luisteren naar wat deze mensen vinden. De Kubus needs to stay. Welkom aan alle commissieleden. Welkom aan
mensen van het muziekhuis, de Vuurs, die dadelijk petitie met handtekeningen aan mij als voorzitter van deze commissie zal gaan overhandigen. En welkom ook aan alle mensen op de live op de Koornbrug. En daarmee is de Vuurs, CQ het muziekhuis, al uniek en gaan ze de historie van Leiden in. Ik neem aan dat dit voorbeeld in ieder geval al vaak gevoerd zal worden. Hier, je moet ergens indrukken. De afgelopen weken hebben ongelooflijk veel mensen van het muziekhuis, zowel vrijwilligers als beroepskrachten, hard gewerkt om zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen voor steun voor het muziekhuis. Het goede doel dus. We zijn er ongelooflijk trots op dat het gelukt is. En de rijke oogst laat zien dat er enorm veel draagvlak is hier in Leiden en ook erbuiten voor het alternatieve verbeterplan van het muziekhuis. Het muziekhuis een kans te geven, zodat wij onder andere de prachtige concepten die er nu plaatsvinden, kunnen continueren. Organisaties en bekende leidenaren die zich achter het muziekhuis hebben geschaard. En verder ook van de Facebookpagina Cubus niets te besteden, bijna 2000 likes. Ik ben er eigenlijk trots op met meer dan 9000 steunbetuigingen u die te mogen aanbieden. Samen met een drummer die bij ons van dat die drie was tot nu aan het drummen is. Dus ik zeg, neem het te harte, de Cubus niets te steken en toch het ook nog zeggen. Zeg maar dat moet blijven. Ja, de Cubus moet gewoon blijven. Ja, deze kant. Jota.